welkom bij de les slaapzak. Deze wordt gegeven in het kader van de basisvorming en in de individuele tactiek. En waarom dat deze ook wordt gegeven, is eigenlijk om te zorgen dat je een fatsoenlijke nachtrust kunt hebben. Dus, de slaapzak, als je die krijgt van de S4, zit je altijd in een compressiezak. Dus dan haalt je slaapzak eruit en je smet je compressiezak aan de kant. Je gebruikt het niet voor jouw slaapzak in te blaren, in te vervoeren. Je gebruikt die voor je kleren in te steken of zoiets, maar je gebruikt die niet voor jouw slaapzak. Waarom? Dat zal duidelijk weer in het puntje onderhoud. Dan heb je de Gore-Tex cover. In België gaan we blijven. De katoenen stoffen wasbare binnenslaapzak. Deze is voorzien van velcro en linten. Ergens linten. Als ze weten al bij als we ze hier gaan steken, gaan we ze wel tegenkomen. Velcro en linten voor die vast te maken in een slaapzak. Veel volk gebruikten deze niet omdat ze zeggen van ja, in mijn slaap komt die los en dan zit ik gevrongen. Ja, dat komt omdat je niet fatsoenlijk hebt vastgemaakt. Maar op het eind van deze les gaan we dat wel kunnen, waardoor die niet meer loskomt. En die is ook wasbaar, dat kan ik niet genoeg herhalen. En wat ook belangrijk is van die slaapzak zelf, dat is een extra isolatielaag. Dat klinkt misschien belachelijk. Dat dun stofje, maar deze zorgt voor 1 of 2 graden extra warmte in jouw slaapzak. Hier in België gaat dat misschien niet veel effect hebben, maar als je naar koudere regio's gaat of in de winter, dan gaan die 1 of 2 graden extra welkom zijn. Het hoofditem zelf, de synthetische slaapzak. Voorzien van een rits en ook langs de binnenkant een nekkraag. Voor is die nekkraag? Bijvoorbeeld, als je in een OP zit of zoiets, dan kun je hem met je kop buiten blijven zitten, maar de wind kan niet naar binnen. Dat is voor eigenlijk de koude, de warmte niet laten ontsnappen. En misschien ook interessant, je kan van onder ook kopen. Bij het gebruik gaat dat terugkomen, dan gaan we zien waarom. En het voorzien van velcro voor de slaapzak in te monteren. Weet er iemand de voordelen van zijn synthetische slaapzak? Dat schiet rapper in brand. Nog niet ver gehad, maar je mag in geen ene slaapzak slapen, dus... Ja, het voordeel van synthetisch is, je krijgt er geen allergische reacties van. Voilà. Dat vind ik. Ja. En het voordeel is ook van, het is ook een synthetische binnenkant, geen donzo. Maar die behoudt zijn isolerende waarde, ook al is hem nat. Dus dat kan interessant zijn als je bijvoorbeeld in een in een nat klimaat zit. Dat kan interessant zijn. Of je bent bijvoorbeeld met natte kleren erin gekropen, die hem blijft warm. En hij is ook wasbaar. Ik weet niet wat ik nou ga doen, maar... Veel weten niet, maar je kunt je wassen op maximum 40 graden. Ja. Zijn er vragen zover? Hoe mama aan het wassen? Welk? Moet mama hem dan wassen of moet je dat zelf doen? Als je niet kunt, kun je dat beter aan de boeken vragen. Dus, voor even te herhalen, wat zijn de 4 grote onderdelen? De compressiezak, dat je niet gebruikt. De synthetische slaapzak. De Gore-Tex-cover. En de linnen binnenslaapzak. Nu, het volgende puntje, het insteken van de slaapzak. Zoals je ziet, zijn hier linten aan en velcro. Nu, wat is de kunst om die fatsoenlijk in te steken? Is te beginnen bij je voeten uiteinden. Waarom is dat?
Als je bijvoorbeeld je oven, als je bijvoorbeeld je begint halverwege of zoiets, kan het zijn dat je niet uitkomt met je velcro's. Daarmee makkelijkste is, hij begint bij hier op dit einde van de rits. En je doet eerst een binnenkant, je maakt hem zo in de binnenkant helemaal vast naar boven, dan doe je de buitenkant langs de ritsen. Dus doe dat nu, leg hem slaapzak open en ik moet hem omdraaien. En je ziet, hier is een lidje, dus hier aan deze kant moet ook ergens een lidje zijn. En dan is het eigenlijk simpel, lidje vastmaken, met een gewone simpele knoop, dat moet niet de fancy zijn. En je gaat dan voort. Dus je ziet hier aan de andere kant van mijn voeteinde, andere kant van mijn voeteinde, heb ik nog een lidje. We moeten hier gaan zoeken. Ja, hier is ook een lidje. Dan mogen we dat dan vast. En nu is het eigenlijk simpel. We volgen deze naad. Komen we iets tegen, dan maken we hem vast. En deze is deze die van de luchtmacht komt. En we blijven geen naad tot het midden. Maar die van de NABL, die hebben dat wel. Die hebben hier nog af en toe velcro's. Maar die hebben juist hier in het midden niet nog één. Dus het beste zijn je zelf uit. Hangt hem hier tegen. Nu de buitenkant. Nee, klopt niet. Die moet hier. Heeft deze niet plaats? Dat is heel goede soldaat, hè? Nee, niet, hè? Dus nu hebben we de binnenkant helemaal vastgemokt. Dan gaan we zien, hier is een gatje. Voor wat is dat? Pimmel. Ja, dat vanavond wil ik nog wat tussen geraken. Wat is dat? Dat is voor die nekkraag. Dan kun je dat knijpertje er hier doorsteken. Dan kun je dat nog altijd dicht doen. Sommigen doen dat niet, sommigen doen dat wel. Maar na van de demo doen we dat wel. Dan het volgende. Dan hebben we juist nog de velcro langs de buitenkant. Dat is simpel. Je begint hier een toekje. En je gaat helemaal naar beneden. Dat is de ene kant gedaan. Nu, het is dat je terug vanuit deze hoek begint. Dus we gaan de lijn af, komen de velcro tegen. Hier is ook een velcro. En we gaan werken zo heel de lijn af. Ben je iedereen mee zover? Ja, alleen is ondertussen de nacht voorbij. Deze doe je normaal gezien voordat je vertrekt op oefening. Als je deze moet doen in het terrein moet doen, dan zijn we verkeerd bezig. Dat wil zeggen dat je voorbereiding niet goed is. Dat wil dan zeggen, je verliest aan tijd. En tijd betekent minder slaap. En minder slaap betekent dat je eigenlijk minder paraat bent. Er moest er iets gebeuren. Voilà. En dat is het. En zo zitten we aan een binnenslaapzak. Perfect. Is uw binnenslaapzak perfect in uw slaapzak gemonteerd. Nu de Gore-Tex-cover. De Gore-Tex-cover. Die is juist dezelfde vorm als de slaapzak zelf, dus dat wijst naar jezelf uit. Het makkelijkste is dat je de ritsen helemaal open doet.
dan steekt als eerste je voeteinde weg. Om de wijze van jezelf op. De kopkant. En hij is in principe nu klaar voor gebruik. Zoals je ziet, ze hebben erover nagedacht, de rits van de slaapzak en de rits van de vortexkoffer zitten aan dezelfde kant. Dus nu is een klein voor gebruik. Ja, koersjes. Die laatste zak. Doet je die ook eraan als je in een tent slaapt? Ik laat die eraan, want meestal in een tent, meestal zit je toch in een tactisch scenario ergens of in een administratieve en het houdt ook de wind tegen. Dat is het voordeel van Gore-Tex, bijvoorbeeld in zo'n grote troeptent of een muurtent, dan waai je terug, dan vind ik deze nog altijd comfortabel. En het is een extra isolatielaag eigenlijk. Ja. Ik laat ze er altijd aan en als je er last van hebt, kun je altijd heel gemakkelijk een boven open doen. En zo gaan liggen. Dat gaat allemaal. De kop zit eigenlijk onder die... Ja, die zit onder. Ja, dus dat je van je ringen kapsel dan dat doen. Ja. Dat is... Sommige mensen vinden dat patant. Ik slaap meestal op mijn zij, dus ik heb er eigenlijk niet echt veel last van. Dus lucht door laat in je rechtstekken in je Gore-Tex. Nee, ik heb nog niet geweten dat hier iemand in zijn dood gegaan op de stikking. Ja. Dus even herhalen. Als je de binnenslaapzak in de slaapzak vastmaakt, vergeet niet de lintjes en begin bij de velcro om de voeten. We gaan eerst een beetje klappen over het gebruik. In een administratieve situatie kun je hem zo gebruiken. Ik gebruik hem altijd zo, maar gelijk dat je de gidel je gezegd, je kunt dat gewoon de slaapzak eruit halen en alleen de slaapzak gebruiken. In een tactisch scenario is het soms interessanter, is die onderstrit heel interessant. Waarom is dat? Het kan gebeuren dat bijvoorbeeld een alarm krijgt of zoiets, dan kun je nog altijd zeggen van ik hou mijn kleren aan en ik steek juist mijn voeten buiten. En dan kun je hem met je onderste rits open doen, kun je juist een voeten en een voetendeur steken en dan wordt dat een binnenslaapzak niet vuil. Dan kun je maar nog altijd wel direct uit dat slaapzak en je bent eerst gekleed en paraat voor je alarmstelling in te pakken. Weet iemand wat de beste techniek is als het koud is voor het rapste warm te krijgen in een slaapzak? Dat je niet in een slaapzak krijgt. dat is eigenlijk een van de dingen. Je kunt met meerdere in een tentje kruipen en dichtbij in kruipen. Maar als je alleen bent, hoe doe je dat dan? Even maar te benen. Ja. Als je bijvoorbeeld koud hebt of natte kledij hebt, doe die uit. Als je met koude kledij of natte kledij in jouw slaapzak kruipt, jouw slaapzak moet eerst je kledij opwarmen voordat je u kan opwarmen. Dus doe die kledij uit. Het beste is eigenlijk voor in je slaapzak, als je koud hebt, doet alles uit tot een onderbroek en kruipt er zo in. Zo krijg je het rapste warm. Onderuit van de slaapzak. We gaan beginnen met de Gore-Tex-koffer, want die is heel goed. Die vergt eigenlijk niet veel onderhoud van zijn eigen. Het eerste wat je wel moet doen, als je bijvoorbeeld een oefening hebt gedaan, check je op scheuren. Niks is zo onplezant als je erin krupt en er is één klein gatje en zodra de wind of de regen binnenkomt gewaaien. Dus dat is een kleine moeite, na een oefening, pak je slaapzak en check die. Dat is eigenlijk het eerste wat je regelmatig altijd moet doen. Daarna, afhankelijk van hoe vaak dat je gebruikt, moet je die eigenlijk wel eens een keer behandelen. Maar één keer in het jaar, mijn product is goed genoeg.
Dan kan je bijvoorbeeld, ik adviseer, als je bijvoorbeeld een nieuwe krijgt van bij de S4, dat zijn geen nieuw. Die liggen er al een aantal jaar. Doe de moeite voor die van die eens een keer van de eerste keer te behandelen. Investeer zelf in een product of er. Maar dat gaat alleen maar wijgen te goede komen. Als je een gortex koffer gaat langer mee, dan ga je gewoon beter slapen. Wat is dat? Met wat moet je dat allemaal? Er zijn genoeg. Er zijn producten, sprays waar je kunt opspuiten. Er zijn producten dat je kunt mengen met water. Er zijn producten dat je in de wasmachine kunt steken. Dat soort wat is dat? Ja, eigenlijk een product speciaal voor Gore-Tex-koffer te behandelen. Nee, dat is de Gore-Tex-winkel van de Gore-Tex. Ja, meestal in de AZ Venture of zoiets hebben ze wel. Hebben ze zeker zoiets. En ik denk zelfs in de meeste supermarkten hebben ze ook al zoveel producten. Zo. Dan branden we dan een AZ Venture even promoten. Dan, de slaapzak zelf. Wat ik daar straks al gezien, die is wasbaar. Dus als je na een lange oefening en je hebt er een aantal dagen in geslapen, met of zonder kleren, ja, de pietgeur stikt erin. Ja, nee, het is dus, hè. Dus je kunt je was nog 40 graden. Als je er een week mee op trein hebt gezeten, is dat geen halve boter luxe. Wat je er ook om moet doen nadat je het hebt gebruikt, check je op scheuren. En voor de rest moet er eigenlijk niet te veel om doen, eigenlijk. Alleen als je hem stockeert of niet gebruikt, dan moet hem eigenlijk, deze eigenlijk de ideale situatie voor hem te bewaren. Ik schuif die onder mijn bed en die ligt er zo weg. Want wat veel doen, is steek die terug in die compressiezak. En het nadeel daarvan is, die synthese vezels, die als die lang gecomprimeerd blijven, die komen niet meer terug naar hun originele vorm. Dus die wordt eigenlijk minder dik. Dus hoe minder dik jouw slaapzak, hoe minder isolerende waarde dat mee. Dus daarmee dat ik in het begin heb gezegd van die compressiezak, gebruik die voor alles, maar niet voor een slaapzak. En ook als je bijvoorbeeld, je steekt je weg in je rugzak, steekt die slaapzak al in de Gore-Tex cover en propt die gewoon in jouw slaapzak, in jouw rugzak en vult daarmee de gaatjes op. En dan heb je een goede stevig gevulde rugzak die er goed zit. Dat je zo een blokje slaapzak moet wegsteken, dat is het niet. Dat je gaat voelen op je rug, dat dat gevrongen zit, en dat is niet praktisch. De binnenslaapzak zelf, zoals ik al heb gezegd, van na gebruik, check niet op scheuren. Want stel je voor, je bent een keer met bottinen ingekropen, of je hebt bijvoorbeeld de wapen, iets blijven haken of zoiets, kan altijd. Dus gewoon checken op scheuren. En die is wasbaar. Ik kan dat niet genoeg herhalen. Er zijn er die dat niet wassen, maar alsjeblieft, was die nou gebruikt. We liggen lekker warm en droog, maar we liggen nog niet comfortabel. Dus komen we bij het laatste item. Het matteke. Matteke zelf is van Thermarest, heel goede kwaliteit. Dus we kennen allemaal dat merk wel. Dus, ja. Zoals je ziet, het duurt even voor hem op te blazen. Ik weet dat iedereen dat doet met zijn mond, maar dat mag eigenlijk niet. Ja, dat is hier wat ze ligt. Hier, met deze weer gaan we geen last van hebben. Bijvoorbeeld als je hem opblast met je mond en ik. Een koud terrein, kan het zijn dat het waterdruppel dat jij erbij inblast bevriest. Dat is nefast voor je isolerende waar en zo kunnen er ook gatjes dan niet ontstaan. Er is een techniek voor die vlugger op te blazen zonder, maar niet met de mond. Spijtig genoeg heb ik de transport, de verpakking, niet bij, maar dat is een zak waar je insteekt en van onder zit een rubber touchje. Dat rubber touchje past hierop. Dat is eigenlijk heel simpel. Je doet je zak open en dicht, zodat er eigenlijk luchtballon staat. En dan begint die zak uit te knijpen in de slaapzak. En in dat touwtje
zit er eigenlijk een soort terugslagslip, terugslagklep, waardoor de lucht dat je erin blaast er niet uit kan. Maar zo blaast hem eigenlijk rapper op. Ik weet, iedereen doet dat met de mond, wat mag er eigenlijk niet. Qua onderhoud, zoals je ziet, deze al een iets oudere, die al eigenlijk slecht gestockeerd is. Je moet je zelfs als een slaapzak eigenlijk open bewaren. Dus je blaast hem op en het beste is dat je hem met rechtstaand bewaart met een touchje naar beneden. Nu even alles in totaal herhalen. Van onder het slaapzak zelf heet de compressiezak dat je niet gebruikt. Toch niet voor de slaapzak. Je hebt de slaapzak zelf, de binnenslaapzak en de Gore-Tex cover. Je hebt het matteke en normaal is het ook, ook de zak van het matteke waarmee je het matteke kunt toeblazen. Op hoeveel kun je een slaapzak wassen? Dus gewoon. Ik kan er wel stel dat je 40 hebt gezegd. Ja, heb je dat gezegd? Ja. 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 Maar je zei, mama dat moest doen in, dus. Ja. Klopt er maar in. Die vraag. Met schoenen. Oh ja, met schoenen? Ja. 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 Dus je gaat zien. Dus je trekt hem wel een stuk dicht. Dus je trekt hem er nog niet in. Ja, dus je trekt hem een stuk dicht. Dan je gaat het. Ja. Ik kan misschien wat groter moeten maken. Ja, inderdaad. Dus je gaat in de vliegen overal ongeveer. Dus je gaat zien. Ja, dat is als je het met een gekrecht hier mee, dan pak je die andere keer uit. Ja. Ja. Je moet wel een beetje mee werken. Ja. Ah ja, dan gewoon maar liggen en niks doen. Dus naar. Gewoon die niet allemaal dicht doen. Ah ja, hier zit een situatie. Ja. Dus. Bon. Doe, ik weet dat ik een soldaat moest instoppen. Maar ik ben er klaar voor hoor. Ja, ik ben klaar voor de oorlog. Kun je naar boven? Kun je een beetje dieper kruipen? Ja, maar ja. Even een aardworm spelen. Yeah. Kun je dat? Ik heb mijn stel eens, ik probeer te slapen. Dus je kunt perfect met een slaapzak. Met schoenen buiten in een slaapzak. Die Gore-Tex cover is er goed genoeg voor. Alleen een demo met een object wil niet goed meewerken. Dus ik denk dat de doelstelling is bereikt. We weten nu hoe dat je de slaapzak moet in eerste gestoken worden en hoe dat je kunt gebruiken en onderhouden. En vooral was dat deze les, ja, ik simpel zeggen, een goede nachtrust is belangrijk. Een goede nutgerust militair is een goede militair.